Het Paramaribo Urban Rehabilitation Program, PURP, zal twee overheidsgebouwen renoveren. De PURP heeft de vorige maand contracten getekend voor het renoveren van drie monumentale panden in de historische binnenstad van Paramaribo. De PURP valt onder het directoraat cultuur van het ministerie van Onderwijs. Ze hebben via het Project Implementation Unit een IDB-lening kunnen bemachtigen, zegt Natasha Deul, coördinator van het PURP-project. Deul geeft verder aan wat het PURP-project nog aan andere projecten zal uitvoeren naast de renovatie van deze twee monumentale panden. Onder het PURP zijn er zeven gebouwen geselecteerd. Twee zijn de parlementsgebouwen die nu geconstrueerd worden in, en uh, januari volgend jaar af zijn. De overige gebouwen um, die moeten gerenoveerd worden. Drie van de gebouwen zijn nu opgestart. We hebben de aannemers gecontracteerd, het gaat om waterkant nummer 30 en nummer 32 en Miranda straat nummer 10. Het is de bedoeling dat deze gebouwen, deze drie eerste gebouwen, um, voor de rest van dit jaar um, opgestart worden. Dat betekent dat we gaan mobiliseren, het werkterrein klaarmaken. Um, eventueel slopen, bouwschutting aanbrengen en dan gaan we volgend jaar full speed van start. Um, als u hier naast mij kijkt, ziet u waterkant nummer 32 op de hoek en nummer 30 is de ene ernaast, zijn de gebouwen van sociale zaken. En die van de Miranda-stad, welke gebouwen zijn die? Die is van het, van het ministerie van Justitie en Politie. Deel zegt verder dat de organisatie particulieren, die eigenaren zijn van slecht uitziende monumentale gebouwen, heeft benaderd en daar uitgebreide gesprekken mee heeft gevoerd. We hebben ook aangegeven dat we bezig zijn om te kijken in hoeverre wij incentives kunnen geven of zachte leningen, en dat moet nog uitgewerkt met de overheid. Dus zo gauw wij dat ook hebben, ik denk volgend jaar, dan zullen wij daarover berichten. Hoe denkt u dat um, jullie deze eigenaren zover kunnen krijgen om hun gebouwen aan te pakken aan de hand van het Monumentenwet? Het consultaties is gebleken wat eigenlijk de bottlenecks zijn, waar de knelpunten zitten en wat er eigenlijk nodig is. En ik denk dat als wij in gesprek gaan met de eigenaren en uh, een middenweg kunnen vinden, dan moet het wel lukken, hopen we tenminste. Is de PURP tevreden over hoe de regering omgaat met de monumentale gebouwen? Purpose en een lening. Aan de overheid. En het wordt uitgevoerd onder het ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur. Dus het is weliswaar niet voldoende om alle vraagstukken te benaderen. Maar het is zeker een aanpak vanuit de overheid om een start te maken daarmee. De start voor de werkzaamheden zal over enkele weken beginnen. Er is een bedrag van 15 miljoen US dollar gereserveerd voor de restauratie en rehabilitatie van de historische panden in de binnenstad.